Dus ik zal nog eens herbeginnen, ondanks de technische problemen. Dus een aantal aanpassingen aan de regelgeving gok. Drie belangrijke aspecten die ik met u wil bespreken. De gokomkadering, werkingsbudget gebaseerd op leerlingen, kenmerken en de gokcontrole door de onderwijsinspectie. Om dat voor u te duiden, wil ik graag vertrekken vanuit de huidige situatie wat de gokomkadering betreft, waarbij u eigenlijk gewoon bent dat uw school extra uren leraar of lesuren gok genereert voor regelmatige leerlingen die aantikken op één of meer gokindicatoren. Zoals u weet, voor het gewoon voltijds secundair onderwijs kan dat gaan om leerlingen uit de eerste, tweede en derde graad en uit het structuuronderdeel anderstalige nieuwkomers. Voor het BUZO zijn dat de leerlingen uit het type basisaanbod type 1 en type 3. Deze gokomkadering die wordt berekend en toegekend voor een periode van 3 schooljaren. Voor het uitwerken van uw gokbeleid verwacht de overheid dat u een aantal doelstellingen gaat uitwerken rond één of meerdere thema's die door de overheid opgelegd worden. Taalbeleid, diversiteit, doorstroom en oriëntering, participatie van ouders en leerlingen. U had daar de keuze. U was gewoon ook om te werken met een 3-jarige gokcyclus, waarbij u in het eerste jaar vertrok vanuit een beginsituatieanalyse, in het tweede jaar een tussentijdse zelfevaluatie maakte en in het derde jaar de onderwijsinspectie bij u langskwam voor een aparte gokdoorlichting, of gokcontrole liever. Vanaf volgend schooljaar veranderen dus een aantal aspecten en dit op 4 niveaus. Op niveau van de berekening van het aantal uren leraar of lesuren, de gokthema's, het cyclisch werken en de gokcontrole door de onderwijsinspectie. Die eerste 3 elementen die ga ik met u nu meer in detail doornemen. En op de afschaffing van de aparte gokcontrole door de onderwijsinspectie kom ik later in de presentatie nog terug. Vanaf volgend schooljaar gaat de gokomkadering, excuseer, berekend worden op jaarbasis, dus jaarlijks. Velen onder u zullen recent hun gokomkadering al ontvangen hebben via een dienstbrief van Agodi, de gokomkadering voor volgend schooljaar. En zoals uit de vorige presentatie al bleek, gaat dat in het gewoon voltijds secundair onderwijs om 4.900 extra uren leraar gok ten opzichte van de vorige berekening, dus extra 4.900 uren leraar, omdat dus meer leerlingen de schooltoeslag hebben gekregen. Zoals u weet, moet een school een minimum aantal regelmatige gokleerlingen hebben om in aanmerking te komen voor gokomkadering. En we noemen dat de zogenaamde concentratiegraad. Nu er voortaan jaarlijks berekend wordt, kunnen schommelingen in het aantal leerlingen ertoe leiden dat uw school het vereist minimum aantal gokleerlingen niet jaar na jaar bereikt. Om enige stabiliteit in de gokomkadering en in het gokbeleid van scholen te garanderen, wordt daarom een gedoogjaar ingevoerd voor het behalen van het vereiste minimum aantal gokleerlingen. Concreet houdt dit in dat als een school niet langer dan 1 schooljaar het vereiste minimum aantal gokleerlingen niet haalt, de gokomkadering toch wordt toegekend, maar dan wel berekend op het effectief aantal gokleerlingen van dat jaar. Deze gedoogperiode kan slechts 1 en geen 2 of meerdere aansluitende schooljaren duren. Ik ga u dat gedoogjaar even illustreren met een voorbeeld. Een school die het niet noodzakelijk minimum aantal gokleerlingen heeft gehaald op 1 februari 2021, teldatum 1 februari 2021, maar wel op 1 februari 2020, die krijgt voor het schooljaar 21-22 toch uren leraar of lesuren gok, die berekend worden op basis van de gegevens op 1 februari 2021. Dus dat is het zogenaamde gedoogjaar. Een tweede verandering op niveau van de gokomkadering heeft te maken met de gokthema's. Die gokthema's die vallen eigenlijk weg. In de praktijk betekent dat u verder kan werken aan reeds lopende initiatieven die gekoppeld waren aan die gokthema's, indien u dat wenst. Maar u kan er ook voor kiezen om uw gokbeleid een andere inhoudelijke invulling te geven. De school kan eigenlijk die keuze autonoom maken.
We stappen af van de driejarige cyclus. U bepaalt voortaan als school zelf eigen streefdoelen en indicatoren. En u bepaalt ook het tijdspad waarbinnen u deze streefdoelen wil bereiken. Dus het gaat om een school-eigen gokbeleid dat u zelf inhoudelijk vorm kan geven en dat toegespitst is op de eigen specifieke context en op de eigen leerlingenpopulatie. Dat waren dan de belangrijkste wijzigingen aan de gokomkadering. Dat betekent voor alle duidelijkheid, dat een aantal aspecten blijven zoals u het gewoon bent. En ik ga die toch even voor u overlopen. Er wijzigt niks aan de gokindicatoren en ook niet aan de bewijslast daarvan. Het minimum aantal regelmatige gokleerlingen dat nodig is om in aanmerking te komen voor de gokomkadering blijft ook gelijk. Dus in herinnering, minstens 10% in de eerste graad en het structuuronderdeel anderstalige nieuwkomers. Minstens 25% in de tweede en de derde graad. En minstens 40% in BUZO type basis aanbod type 1 en type 3. De minimumdrempel voor effectieve toekenning van het aantal uren leraar of lesuren gok is en blijft 6. Tot slot blijft de gokomkadering gekleurd. Dus dat betekent dat u die middelen moet aanwenden om als schoolteam voor elke leerling een passende begeleiding te voorzien in functie van gok. Een tweede wijziging aan de regelgeving gok situeert zich op niveau van het werkingsbudget dat berekend wordt op basis van leerlingenkenmerken voor scholen van het gewoon secundair onderwijs. Hier situeert de verandering zich op niveau van de aanwending. Dus ook hier, net zoals bij de gokomkadering, moet dit werkingsbudget verplicht aangewend worden voor gok. Ik heb het al even aangehaald dat de onderwijsinspectie niet meer een aparte gokcontrole zal houden. Voortaan zal die gokcontrole geïntegreerd worden in de reguliere schooldoorlichting. Wat zal de onderwijsinspectie precies bekijken? Dat is enerzijds de kwaliteit van het gokbeleid van de school. Om daarnaar te kijken gebruikt de inspectie het ROC, de kwaliteitsverwachtingen rond gok uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit. Naast uw gokbeleid zal de inspectie ook kijken naar de aanwending van alle gokmiddelen. Hè. Dus zowel de gokomkadering als het werkingsbudget dat gebaseerd is op leerlingenkenmerken. Evalueert de onderwijsinspectie uw gokbeleid positief, dan kan u alle gokmiddelen behouden. Krijgt u een eerste negatieve evaluatie, dan kan de school haar gokmiddelen toch behouden tot de daaropvolgende schooldoorlichting. Op voorwaarde dat de school zich engageert om de tekorten weg te werken en zich hierbij te laten ondersteunen door een externe partner. Dat kan uw pedagogische begeleidingsdienst zijn, maar u kan hier ook een beroep doen op een andere externe partner naar keuze. Bij de volgende schooldoorlichting zal de onderwijsinspectie opnieuw naar het gokbeleid kijken. Als blijkt dat het gokbeleid nogmaals negatief beoordeeld wordt door de onderwijsinspectie, dus eigenlijk een tweede negatieve evaluatie op rij, dan verliest u de helft van uw gokmiddelen. En dit eigenlijk tot de inspectie opnieuw uw gokbeleid positief evalueert. Hier is het wel heel belangrijk om te weten dat de onderwijsinspectie in het geval van een tweede negatieve evaluatie al binnen 1 jaar terugkeert voor een nieuwe evaluatie. Is die evaluatie opnieuw positief, dan kan u opnieuw rekenen op het volledige pakket aan gokmiddelen. Ik heb voor u de omzendbrieven op de slide gezet. De eerste omzendbrief is u misschien onbekend qua code. Dat is dus de gloednieuwe omzendbrief rond de omkadering GOK. Daarin kan u al die nieuwe informatie terugvinden. Wat betreft de berekening en de aanwending van het deel van de werkingsmiddelen dat gebaseerd is op de leerlingenkenmerken, is dat zoals steeds en zoals het dus vroeger was, de SO 16.
U kan uw vragen en suggesties kwijt op rondevanvlaanderen@ond.vlaanderen.be.